Nou, eigenlijk zou Wilanda hem starten en dat had ze ook gedaan, maar ze was ineens weg. Wilanda is op reis in Lapland en die rijdt een supermooie route in de natuur, maar ja, dan is internet dus net iets minder bereik. Dus ik ben heel benieuwd of dat ze er nog bij komt. Melanie zie ik al wel, want we hadden een gast vandaag. En nou is het even de vraag of dat Wilanda ook aansluit. Of dat ze ons kan vinden. Ik ga in ieder geval kijken of dat ik Melanie kan uitnodigen. Ik ben altijd aan het zoeken. Die zal je moeten accepteren, denk ik. Duurt altijd even. Ja, Gelukt. dat is al gelukt. Ja, we zijn er. Even spannend of dat Wilanda er nog bij komt. Nou, ze stuurde me net een voiceberichtje dat het echt heel slecht is, het bereik. Ja, vandaar dat ze ook vroeg of dat ik hem wilde starten. Maar ja, ze had daar nog wel bereik mee. Dus misschien dat ze er nu nog wel bij kan komen als ze zelf niet hoeft te starten. Oh ja, dat zou Dus kunnen. dat Ja. zou in ieder geval kunnen. Ik zit even te denken, wat is handig? Laten wij alvast beginnen met het voorstellen en gewoon lekker aan de gang met onze Freedom Friday Talk. En nou ja, dan zou het mooi zijn als Wilanda erbij komt. En anders doen we het gewoon lekker samen. Dan Ja. doen we het gewoon zo. Ja, het is gewoon Ja. even groeien met hè. Ja. Dat is lekker dat Dus jij... ze nu. Of Wilanda, die heeft contact met jou gezocht. Die had jou ergens gevonden op Instagram, volgens mij. En ik ben van de week ook even aan het neuzen geweest op jouw profiel. Want ik vind het altijd wel leuk om een beetje achtergrondinformatie te hebben over onze gasten. Wil je iets over jezelf vertellen? Wie ben je? Wat doe je? Ja, ik ben Melanie van Heiningen en ik heb een eigen bedrijf, Move Your Senses. Daar maak ik online programma's, meditaties en ik dans. Dus dat is allemaal begonnen eigenlijk vanuit de dans en de beweging en daarmee ook het energiestuk. Dus echt naar binnen toe, dat allemaal in beweging zetten. Daarnaast ben ik in loondienst werkzaam en manage ik een analytisch research lab. Dus dat is heel erg hier in het Ja, hoofd. heel wat anders. Het zijn echt. Wilanda heeft een verzoek ingediend trouwens om mee te doen. Dus misschien, ik heb hem geaccepteerd. Ja! Ja! Ellende. Oh, sorry dames. Het was echt heel vreselijk. We hadden het goed voorbereid, maar het was. Maar je Nou ja, bent ik zit nu er. ook Je niet. bent er Ik gewoon. ben er. Daar gaat Ik het zal niet om. vertellen hoe ik heb gewandeld. Ik weet ook niet precies waar ik ben nu, maar. Goed, Maakt ik niet ben uit. er. Oh, en jullie zijn er ook al. Wat goed je te zien, Ja. Melanie. En excuus, het ging echt heel rot. Het was niet de Waren bedoeling, was anders zelfs gepland. stiekem al begonnen met voorstellen, omdat we niet zeker wisten of dat jij erbij zou komen. Ja, heel fijn, zo'n collega. Heel fijn. Dus ga vooral door, ik Ja. haak aan. Nee, ik was net aan het vertellen, inderdaad, dat de enerzijds mijn eigen bedrijf, waar ik meer met energie, voelen, intuïtie bezig ben. En anderzijds mijn loondienst. Ik ben een wetenschapper van origine, waar ik nu een analytisch research lab leid. En ik vind het ook heel mooi, juist van het klinkt even van dit is echt twee tegengestelde, maar hoe breng je die samen? Dus ook wetenschap. Doe je niet alleen vanuit je hoofd. Als je daar je buik in kan zetten, dan komt de magie, wat mij betreft. Dus ik denk dat dat nog veel meer mensen mag bereiken. Van ja, er is veel meer dan alleen dit hoofd. En maatschappelijk gezien Ja. worden we allemaal getraind hier en heel weinig getraind op de rest van het lijf. Dus dat is Wauw. een beetje kort wie ik ben, wat ik doe. Ja, Wat super mag mij. interessant. Ja, ik vind dat zelf ook altijd mega interessant, want het is natuurlijk heel veel wetenschap. En ik ben zelfs de laatste jaren pas veel meer het gevoel gaan ontdekken.
En ik vind dat mega interessant dat jij dat dus beide combineert. Zo noem ik het maar even. Ja, super interessant. Weer een super leuke gast in ieder geval. Ja, Wilanda, heb je... Ja, we zien je bewegen, dus je bent er gewoon. Ja. Ja, ik ben er. En ik ben ook goed te zien en te verstaan. Ja hoor. Ik hou me een klein beetje afzijdig, omdat ik een beetje twijfel. Oh, maar mooi. Ik heb je intro natuurlijk een beetje gemist, Melanie. Maar ik volg je al wat langer. En ik heb je natuurlijk geïntroduceerd in deze Freedom Friday. Dat ik zei, wil je alsjeblieft? Ja. Superleuk. Ja, dankjewel. Heel leuk om hier te zijn. Goed zo, mooi, leuk. Hey, we hebben natuurlijk altijd een aantal vaste vragen voor onze gasten. En één van de vragen is, wat is vrijheid voor jou? Dus ik ben heel benieuwd wat dat voor jou is. Hoe dat voor jou eruit ziet eigenlijk. Ja. Vrijheid voor mij is echt van binnenuit jezelf kunnen zijn. Dus geen masker. Als er emoties opkomen, mogen die er zijn. Ook het, niet het labelen van emoties. Het is niet goed of slecht. Het zijn emoties. Je niet hoeven aanpassen omdat daar iets van je verlangd wordt. Dus die push, of het nou maatschappelijke opvoeding, religie, al die dingetjes van ja, maar wie ben ik? Altijd weer terug naar die kern. En dat is vrijheid voor mij. Wow, mooi. Ja. Mooi. Ja. Hey, en nou ben ik wel benieuwd, voel jij dat? Voel jij je zo op dit moment? Ja, het is natuurlijk altijd zoeken en je bent altijd, denk ik, in beweging en in proces. Als je eenmaal bent begonnen, jij zei het net ook, Andrea, van ik ben nu met dat voelen bezig. Dat stopt niet. En iedere keer denk je, dit heb ik toch al eens gedaan. En weer een laagje en weer een laagje. En zo kom je steeds dichter bij die kern. Dus ik leef nu vanuit de kern waar ik ben en kan leven. Ik voel wel van, er mag misschien nog iets meer vrouwelijkheid in. Want ik ben ook heel erg van het doen, vuur, actie. Dus ik merk van, die begint nu zich ook wat meer te laten zien. Heel spannend dan ook, want dan heb je dat nog nooit gedaan. Of ik heb op LinkedIn met dit gevoelstuk gepost. Terwijl mijn professor ook op LinkedIn. Dus dat zijn allemaal van die dingen. Heel spannend. Oh. Maar als je dat doet, dan denk je, maar dit ben ik echt. En ik ben ook maar één persoon. Of het nou thuis is, op het werk, in mijn bedrijf. Ik wil niet, weet je, met zo'n maskertje voor. En nu ben ik die en die. Nee, ik heb wel het gevoel dat ik dat doe. Of daarin blijf groeien. Dat is het ook, echt een groeiproces, En altijd eraan blijven werken, dat is het ook inderdaad. Want het ene moment denk je van, dit is het, ik ben er. En dan 2 dagen later denk je van, ik heb toch nog ergens iets te doen, zeg maar. Sowieso, inderdaad. Ja. Carmen schrijft inderdaad, ze had nog meer. We spiralen steeds dichter naar de kern. En authenticiteit voelt zo bevrijdend. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is gewoon het mooiste wat er is, als je gewoon zelf kan zijn. Echt zoals dat je vanuit de kern bent. En dat is inderdaad ontdekken. Wat ben je dan vanuit die kern? Precies dat, hè. Want je bent het ook niet meteen of zo. En het is er niet meteen. En je kunt er niet meteen bij. Dus het is... Wanneer je voelt, dit is niet in balans of niet oké. En dan is het zaak om actie te ondernemen en te voelen wat je dan wel moet doen. Ja. Ik merk ook vaak, begint dat dan als een bewustwording. En dan weet je hoe dat. Maar hoe krijg je het dan geklikt of vertaald naar dat lijf wat nog achterloopt? En je gedachten lopen achter. Ja. Dus ook die spiegel van andere mensen, hoe zij jou zien, kan daar heel erg in helpen. Van, dus ik ben eigenlijk al verder dan ik dacht. Dus dat zijn hele fijne, positieve dingetjes. Maar inderdaad, alles moet van het hoofd nog steeds. En heb jij tips hoe je dat dan van je hoofd meer naar je lijf kan krijgen? Kan je een tip geven hoe je dat op een makkelijke manier misschien kan doen? Wat werkt voor jou?
Voor mij werkt dans. Dus sowieso ook echt de energie in beweging zetten. En het daarna ook weer ergens loslaten. Dus zoals je een intentie kan plaatsen, doe je ook vaak bij een yoga of zo. Je plaatst een intentie en je laat het weer los. Want je kan hem niet vastpakken en dwingen erin te gaan, zeg maar. Dus soms heb ik wel eens dan, weet ik het, en denk ik, oh, een half uurtje mediteren en dan zit het erin. Ja, maar dan werkt het juist niet. Dus ook daar weer in vertrouwen en in overgeven van, ja, ik weet het nu en het gaat landen op zijn tijd. Dus voor mij dans, ik journal graag, ik maak meditaties en mediteer. En het is daarin zoeken. Dus iedere keer weer dat contact met het lijf. Zodat het lijf ook kan denken, oh ja, ik word ook nog gezien en meegenomen in het proces. Het is wel grappig dat je dat zegt, want dat dans, daar hebben Wilanda en ik het allebei alles over gehad. Ja. Dat dat een uitdaging is voor ons, om het zo te zeggen. Ja. Nou ja, ik dans heel graag als niemand kijkt. Mm-hmm. En als ik dan wel per ongeluk word gespot of zo, dan krijg ik bijna een soort schaamte of zo, weet je. En dat wil ik helemaal niet. En dat vind ik ook helemaal niet leuk. Maar het is wel wat er gebeurt, dat ik denk, ja. En dat zou zo fijn zijn, als je gewoon comfortabel in je lijf zit en dat oké is, weet je. En dat, daar zou ik nog wel naartoe willen. Ja. Ja, dat is een mooie. Het is dan ook mooi van wat triggert dan die gedachte? Of is dat een stukje van vroeger dat je toen niet mocht? Of is het kinderachtige? We moeten als volwassenen zo serieus zijn. Dus hoezo ga je daar staan dansen? Het makkelijkste hier vind ik met de kinderen. Dus in hun spel. En gewoon lekker. En ik heb een danschallenge gemaakt. En ik heb daar ook mensen gehoord, inderdaad, eerst de gordijnen dicht en en niemand mag het zien. Dag of 7 ook wel al zoiets had van, maar het voelt echt wel lekker. Oh. Het is ook erin komen en even door dat ongemak. Want wat is ongemak, is meestal ook door die voorbode van groei. Dus ik zou zeggen, Ja, het is wel een mooie challenge dan. Ja. En ik kan me wel voorstellen, want het is met zoveel dingen. Hè? Alles wat nieuw is, alles wat je nog niet zoveel gedaan hebt, dat voelt onwennig. Dat voelt oncomfortabel, zeg maar. En als je daar doorheen durft, dan kom je wel heel verder. Ja, dus wat je zegt is mooi. Van daar zit vaak die groei daarna. Maar dan moet je wel even doorheen. Dan moet je er doorheen. Ja. Ja. Ja, precies. Ja, mooi. Mooi. We hebben nog een aantal vragen die we inderdaad altijd stellen. Je hebt net al een beetje verteld van wat je doet. Kan je eens beschrijven, hoe ziet jouw dagelijks leven eruit? Nou, ik ben getrouwd, moeder van 2, 6 en 7 zijn ze nu. Leuk. Dochtertje, zoontje, dus dat is nu groep 4 en groep 2. Bijna klaar, hè? Nog 1 week hier. En dan heeft Dus door de week werk ik van maandag tot en met donderdag voor loondienst. En daar ben ik 1 dag van in de week ook thuis aan het werk. Dat kan nu gelukkig, dus dat scheelt mijn reistijd. En mijn vrijdag is mijn dag dat ik aan mijn bedrijf werk. Dus dan ben ik vaak mijn socials aan het weer aan het bijwerken. Ook tussendoor, maar soms gaat het gewoon niet. Mijn LinkedIn probeer ik echt nog het profiel omhoog te krijgen. Omdat een heel groot deel van mijn doelgroep, de mensen die in hun hoofd bezig zijn, zich daar bevindt. Misschien nog iets wakker moet worden, maar ze zijn er. om 2 uur zijn dan de kinderen weer uit. Dus ik heb op vrijdag is altijd zo'n dag van flow en voelen. Eerst had ik ook echt zoiets van, ik moet dit en dit en dit en dit. En dat werkt soms goed. Maar vandaag voel ik, ik mag ook gewoon in de zon zitten. Ik heb mij klaargemaakt voor dit interview. En daarna is het ook weer goed. Dus ook die zachtheid daarin omarmen. Ik geef dansles op de dinsdagavond. Ik heb nog een cliënt die ik coach. En door mijn online programma zijn we samen aan het doen. Dus die heeft echt een heel intensief 1-op-1 traject. Dus dat doe ik nog in de avonduren zo erbij.
En ja, het weekend is met man, met kids, met vriendinnen. Morgen een barbecue. Ik hou echt heel erg van het sociale stukje. En festivals vind ik super tof. Dus ik ben wel iemand met heel veel energie. Heel veel dingen die ik wil doen. Die ik, als ik het wil doen, dan ga ik het ook regelen. Dan zorg ik dat ik het voor elkaar krijg. Ik heb wel echt zo'n... Ik bijt me vast, drive, passie. Echt wel op het vuur. En om dan ook te luisteren naar het lijf van... Oké, maar nu hoef ik niet te lanceren. Vandaag gaan we gewoon even omlaag in tempo. Dan, dat vind ik nog steeds het moeilijkste. Ja, ik lees van Carmen Mooi hoe het masker naast elkaar. Ja. Ja, dat is ook echt wel een ding geweest van hoe... ik zit heel erg in dat vuur. En ik dacht, oh, maar dit moet 50-50, dan is het pas goed. Maar ja, wie zegt dat? Dat toen, ja. En toen vond ik, oh, dat moet. Of ik moet meer op vrouwelijke energie, want ik ben een vrouw. Maar nu kan ik daar wel meer in, gewoon in zijn. Carmen vroeg wel festivals. Ik ben naar de parade geweest, een theaterfestival. Oh, Den Bosch. In Eindhoven is het nu ook. Oh, dus, echt? Daar was het voor Den Bosch. Ja. Yeah. Dus ook het kinderstuk. Heel mooi. Oh, wat heel mooi. Kindershows gezien. En vorig weekend was ik op Werchter. Ik hou van alles. Leuk. Ja, fijn. Ja. Oh, Castlefest. Nee. Ga je daar ook heen? Nee, ik ben wel twee keer naar die in de kasteeltuinen van... Is dat de Ark? Ergens richting Venlo. Ik ben niet zo... Daar ligt ook zo'n soort met... Oh, Elvia. Daar ben ik ook geweest. Oh, leuk. En zo. Ik vind de kinderen ook geweldig. Al die mensen helemaal verkleed. Ja, Elvie. Ja. Ja, precies. Oh, mooi. Ja, en... Volgens mij zit er een beetje vertraging tussen mij en Willanda. Ja, dat moet van verder komen. Ja. Ja, en dan natuurlijk, wat is je droomleven? Hoe ziet dat eruit? Heb je mooie dromen voor de toekomst? Ja, ik hou heel erg van reizen. En over 2 jaar gaan we ook een sabbatical doen, echt voor 4 maanden. Wow. Met de kind. Dit is al een 5-jaren plan, dus we zijn echt al lekker aan het sparen. Maar om te weten van, oké, dit willen we alle twee. En we gaan het gewoon doen. We regelen dat met die school. Geen idee, maar we gaan dat regelen. Komt goed. Ja. Ja, dat weet ik gewoon. Ik weet gewoon dat het gaat. Ja. Ja. En dat. Dus echt wel die vrijheid ook opzoeken. Ik wil weg zijn totdat ik weer echt thuis wil komen. Ja. Ik ben dit jaar in India geweest. Ook in het dansstuk. Echt mijn roots gezocht. En dat wil ik combineren. En of ik meer richting mijn eigen bedrijf ga. Voor nu voelt het heel erg goed om beide te hebben. Ook het loondienststuk. Omdat ik ook die mensen help. Ook die mensen prik met het gevoelstukje. En het wordt geaccepteerd. Dus dat vind ik wel super. Dat jij zo'n harde mannenbusiness dat toch nog ook een beetje vrouwelijke energie in krijgt. En wie weet, als dit booming wordt, dan maak ik dan een keuze. Dus niet van, dat weet ik nu al. Maar die vrijheid voelen van, als het niet leuk is, dan stop ik. Dat is voor mij ook echt wel een stukje vrijheid. Keuzes maken. Het leeks van Carmen. Ja, vertrouwen. Ja. Een stukje manifesteren. Het gaat je gewoon lukken. Ja. Ja, maar zo werkt het ook echt. Ja. Hè? Als je dingen los durft te laten en durft te vertrouwen op dat wat er voorbij komt, dat goed is. Dat is zo fijn. Dat is echt zo fijn. Ja. En het komt dan ook. Het komt. Ja, ja, mooi. Ja. En een andere droom ook nog wel iets van een community. Dus waar dat gelijkgestemde, hoe je dat doet, geen idee. Maar niet samenleven, want het is zo individualistisch geworden. Iedereen heeft zijn huis en zijn dingen. Dit is van mij. Hoe leren we weer meer te openen, te verbinden en te delen? Dus volgens mij super moeilijk.
Maar daar ligt ook nog wel zo van, oh, dit met vier stellen, met gezinnen, met geen idee. Dat, wat ja. daar nog mag komen. Het is ook wel een ontwikkeling die steeds meer gaande is. Dat je dat toch wel... zeker, ja, ik zit in Portugal en daar zijn heel veel mensen die wel op die manier... toch wel naar dat soort dingen kijken en hoe kunnen we dat invullen. En misschien niet het community zoals mensen het helemaal klassiek, echt alles samen. Maar hoe je daar dan een mix in vindt van wel samen delen, maar ja, ook je eigen plekje hebben en ook je eigen space kunnen veiligstellen of zo. Dat, ja. dat zijn echt wel hele mooie ontwikkelingen die je heel veel hoort. Want zijn het natuurlijk wel de laatste jaren heel erg naar dat individualisme gegaan. En alles maar zelf, ik en precies wat je zegt. En daar komt nu wel een tegenbeweging in. Ik voel hem ook echt. Van waar de mensen... dit is wat we nodig hebben. Ook op hartsniveau, op zielsniveau. Ja. Dat niet alleen. Ja. Nee. En ik heb nog een vraag. Ik weet niet hoe we in de tijd zitten. Daar is Willanda altijd van. Ik zie nooit de tijd in mijn scherm. Willanda heeft vandaag, die is al lang blij dat ze af en toe met de hoofd in beeld mag en iets kan zeggen. Want ineens, nu zijn we bijna klaar. En dan heb ik drie streepjes, hè? Aanbinding. Dus ik weet niet... Ik heb ook het idee dat ik steeds een beetje achterliep of zo. Oh. Hey, jij mag zo je vraag stellen, maar ik heb nu één vraag. Jij had het net over die challenge, hè? Die liet je net zo even vallen. Is dat een challenge die altijd gaande is? Of doe je die zo eens in de zoveel tijd? Ik heb hem nu inderdaad ben hem aan het lanceren, maar hij staat wel op mijn website. En... hij staat klaar. Het zijn video's van mij en een playlist, instructies. Dus dat zijn 7 mails met alles erin. Oké. Misschien wel leuk om te delen in de comments. Ja. Als ze hem klaar hebben. Ja. Dan als die geüpload is of gedeeld is, dan kan je hem in de comments erbij zetten. Dat is wel leuk om... Ja, ga ik doen. Leuk. Mensen die het nog meer een uitdaging vinden. Ik ook weer dansen. Ja, dan gooi ik een bordje. Ja, dat komt goed. Open. Ja, leuk. Ja, doe dat vooral. Ja. Ja, en Andrea, jouw prangende vraag. Nou ja, je had het eerder al over die mannelijke energie en die vrouwelijke energie. En hoe dat je dat dan, dat je dat in balans moet hebben. Zelf worstel ik daar ook wel eens mee en ik denk meer mensen. Ik ben ook echt gaan. En de laatste tijd ontdek ik steeds meer dat ik ook echt wel die vrouwelijke energie nodig heb door soms even af te remmen. Maar dan vind ik het dus weer heel lastig om dan weer over te stappen naar die mannelijke. Heb jij tips om dat een beetje makkelijker in balans te houden? Mm. Of is dat echt gewoon learning by doing? Maar ik denk dat het ook helpt om een beetje een weekplan. Dus dan het planmatige is al mannelijk. Hè? Dus je schept de kaart. En door wekelijks terug te kijken en vooruit te kijken. En ook maandelijks. Ja, ik pak ook mijn eigen cyclus. Of met de maan. Dat je echt even stilstaat van oké, wat heb ik gedaan en losgelaten en waar ga ik naartoe. Dan ga je ook in je eigen intenties en zo zien van oké, ik voel nu van ik ben weer opgeladen. Ik heb dit weer mogen ontvangen, die zachtheid. En nu kan ik er weer mee gaan. Dus dat echt de tijd nemen voor die reflectie maakt dat dan. Dus dat wordt je kadertje waarin je dus ook meer gaat voelen van maar ik heb nu weer, ik ben weer opgeladen en ik mag weer en ik kan weer. En ik denk dat je dan dat vuur ook wel weer voelt als je ziet van dit en dit en dit gaan doen, dan is het knallen. Maar als je dan ook denkt van, ik word er nu al moe van, dan is het dus niet knallen. Dan is het nog niet het juiste moment. Nee, dan schrijf ik een week op. Ja. Dus dat is wel, ook die keuze durven maken. Ja, dat is het denk ik vooral, die keuze durven maken, inderdaad. En dan is het durven by doing. Dat herken ik wel. Ja, dat vind ik echt heel lastig, om dan...
te durven kiezen. Oké, maar het is nog niet. Het is nog niet zo ver om weer dat vuur. Of nee. Ik voel het nog niet. En om dan te zeggen van of het inderdaad, mijn cyclus zit net op zo'n punt dat je denkt, nou ja, dit slaat helemaal nergens op. En dan toch met hangen en wurgen. Ja, je sleurt jezelf vooruit. Ja. Ja, maar dan gaat het tegen je werken. Alles. Ja. 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 Dus dat, ja, dat is ook learning by doing inderdaad. Loop maar een paar keer tegen die muur. Ja. En ik zat dan ook van, oké, ben ik nu zo zacht en lief uit weerstand, zeg maar, omdat ik niet meer wil beginnen. Ja. Dus dan zoek je ook van, ben ik wel streng genoeg voor mezelf? Heb ik een schoenen nodig of nog steeds een deken bang? Ja, dat. Ja, en dat is ook een beetje voelen en uitvinden. Ja. En een balans is ook geen platte lijn. Hè? Dus de flatline is gewoon letterlijk dood. Ja. Dus ook die golven en je schiet er een keer overheen en onderdoor. En that's life. Ja, zo is het. En daarin dan ook weer die zachtheid durven voelen. Hè? In plaats van jezelf heel streng te zijn. Ja. Precies. En dat je denkt, oké, dit was niet zo'n goed idee. Doen we het de volgende keer anders. Maar dat is wel een hele goeie inderdaad. Dat jullie allebei zeggen. Daar ook eventjes de tijd voor nemen. Om daarop te reflecteren. En terug te kijken van, hoe ging het? En was dit het juiste wat ik deed? Ja, precies. Ja, mooi. Mooie Dankjewel. Tip. Dankjewel. Ja. Heel fijn. Heb jij nog iets dat je zegt van, nou, dit wil ik heel graag kwijt. Of dit is echt heel tof voor de kijkers. Dat is belangrijk dat ik dat nog even meld. Of dit hebben jullie niet gevraagd. Ik word ondertussen opgegeten door een soort heel grote dame. Vandaar dat ik aan het slaan ben. Het is te doen echt heel pijn ook, maar ik blijf heel lief lang. Wat jullie hebben, het freedom stukje, dus het zoeken naar vrijheid. Je kan dan gaan kijken van, ik heb geen tijd, ik heb geen geld. En het buiten jezelf zoeken. Maar iedere zoektocht begint bij jezelf en gaat naar binnen. En die reconnect, die verbinding met jezelf en vanuit daar voelen en vanuit daar die kracht en energie krijgen en het gewoon gaan doen. Want iedereen verbindt het, iedereen kan het. En dat is echt wel waar ik voor sta. Dat, je hebt het gewoon. Je hebt het al in je. Mooi. Mooie bevestiging. Ja. Want dat voelen wij zelf natuurlijk ook. En jij bent denk ik nu de derde die datzelfde zegt. Van, het zit ook in je. Ook al denk je dat je geen tijd hebt. Of je zit vast in een bepaalde job of huis of plaats. Of noem het maar. Er is altijd zoveel mogelijk als je maar naar binnen durft. Want daar is het. Daar zit het. Ja, mooi. Heel mooi. Ja, je neemt heel mooi. Fijn. En altijd mee, schrijft Carmen. Ja, mooi. Ja absoluut. Ja, nice. Dan hebben we een hele mooie afsluiter, denk ik. Ja, absoluut, absoluut. Hey, ik wil je bedanken voor je geduld. En het was wat het was. Ik kan het ook niet meer terug. Nee, dat is goed. En Andrea, lieve collega, super fijn dat jij zo snel kon inspringen. Ja, dat is bij me zo is het, zo is het. Dat is ook zo. Ja, heel fijn. Ja. Ik heb ervan genoten. En, leuk. Ja, ontzettend tof dat je erbij wilde zijn. Super, dank je. Dank je, Veit. En ik ga straks nog delen van mijn danschallenge. Ja, ja, ik ben benieuwd. Leuk. Ik ben benieuwd. Ik ga erin duiken. Ik ga mijn bijdrage toevoegen en dan kan je het er ook lekker onderschrijven. Hartelijk bedankt voor jouw tips en jouw verhaal. En ik hoop dat er ook weer mensen iets uithalen wat ze weer een stapje verder brengen. Ja, ik ook. Ja, vast. Ja. Ja, mooi. Nou, dan. Dankjewel, lieve dames. Dank jullie wel. Een weekend voor iedereen. Ik ga ook weer fijn genieten van de zon. Ja, ja geniet ervan. Doeg. Doei. Doeg.